Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij Content Veen seizoen 4. Vandaag heb ik weer een ontzettend leuk idee. In dit seizoen hebben best wel veel Content Veeners ervoor gekozen om modern te gaan bouwen. Zo hebben we deze basis van Ricky hier. Het gezellige Venetië van René en Floor. Mijn toekomstige megabasis. Joris zijn moderne stad. En niet te vergeten natuurlijk meneer KB zijn basis. Wat is dit nou weer? Waarom zit er hier een mega, Joris? Wat ben je gegaan? Groeit, jongen. Je bent groot. Maar goed, het is natuurlijk leuk, al die moderne basissen van iedereen. Maar ik mis alle auto's. Waar zijn de auto's nou? We hebben hier een tankstation, maar er zijn geen auto's om te tanken. We hebben hier een tunnel, maar er zijn geen auto's om ermee doorheen te rijden. We hebben de wolkenkrabber van Ricky. Alleen ja, hè? Hoe kan je hier nou komen op de weg als er geen auto's zijn? Dit is iets wat wij mooi gaan oplossen, deze aflevering. We hebben natuurlijk mijn prachtige megabasis hier. En in de vorige aflevering hebben wij dit hele leuke laboratorium gebouwd. Maar zoals jullie kunnen zien, is er nog vreselijk veel lege ruimte hier. En ik denk dat dit gedeelte hier wel mooi kan zijn voor mijn leuke plannetje. En dat plannetje heb je natuurlijk waarschijnlijk al in de titel en de thumbnail gezien. Ja, ja. We gaan een autowinkel maken. Oh ja, mijn hanenkam is weg. Ik heb hem afgeschoren. Ik ben eindelijk weer kaal. Ik wil waarschijnlijk vanaf mijn laboratorium tot dit punt hier een bruggetje maken. En dan bij deze ingang hier wil ik mijn autowinkel maken. Mijn autobedrijfje. Dit is natuurlijk leuk boven het winkelcentrum hier. En laten we daar dan ook niet te lang mee wachten. Want ik wil in deze aflevering ook kijken of ik nog een paar auto's kan gaan verkopen. Maar daarvoor moeten we eerst een autowinkel hebben. En daarvoor moeten we eerst een aantal auto's hebben. Dus laten we maar aan de slaan. In 3, 2, 1. Biep, ma, moe, toen hadden we gewoon ineens een hele mooie ruimte. En hij kan zelfs nog mooier zijn. Boom! Nu stonden Mercedes ineens aan. Kijk nou even hoe leuk dit eruit ziet, dames en heren. En ja, ja, geen zorgen. Mijn facecam komt eraan. Die komt er zo meteen aan. Ik zou even een hele kleine rondleiding geven. Zoals je kan zien, staan er nog geen auto's. We hebben een aantal locaties voor auto's gecreëerd. Op de bordjes staan ook wat voor auto's het gaan worden. En ik heb gekozen voor een... Wacht, nou eens even. Mercedes staan nog aan. Hey, hoppakee. Zo, dat ziet er even beter uit weer. Ik heb gekozen voor een mooi rood tapijt, zoals dit. Ik weet niet waarom, dat vond ik er gewoon luxe uitzien. Dan heb ik hier ook gekozen voor een leuke kroonluchter en ook een kleintje daar in de achtergrond. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en nummer 7. Er is in totaal plek voor 7 verschillende auto's. Dus laten we maar ook gauw aan de slag gaan. Even kijken, wat hebben we hier? Politieauto. Nou, laten we maar snel beginnen met de politieauto. Dat is in principe zo gedaan. Nou, zo heb je best wel snel een politieauto gemaakt. En voor hoeveel gaan we verkopen? 100 miljoen diamonds. Nee, laten we maar gewoon 7 diamonds doen. Ik vind deze politieauto 7 diamonds waard. Nee, niet zo moeilijk doen, Max. Hij is 5. Hij is 5 diamonds waard. Dan nu door naar een hele stoere Hummer. En zo hebben wij ineens een hele stoere Hummer. Moet je kijken dan, net alsof hij uit het leger is gekomen of zo.
Hij heeft een mooie grill, hij heeft een hele coole zijkant hier. En hij heeft zelfs een deur, dus je kan er ook in en je kan deze gewoon besturen. Geweldig. Helemaal geweldig. 400 diamonds. Nou, laten we hier ook gewoon 5 diamonds maken. Is ook wel een mooie prijs, 5 diamonds. En dan gaan we van een stoere Hummer, hoppakee, naar het race monster. Oeh, spannend, race monster. Ja, een race monster. Hij is snel, hij is wit met rood en hij is niet bloot. Ik weet niet waarom ik rijm. Het is een leuk wagentje dit, hij is wat kleiner. Hij was ook snel in elkaar gezet zoals je kan zien. Hij heeft een hele coole spoiler, dus hij is wel echt heel snel en zijn uitlaat die steekt ook uit. Dus voor deze gaan we niet 5 diamonds doen, maar 6. 6 diamonds, dat is iets, hij is iets cooler dan die andere twee, dus 6 diamonds. Al moet ik zeggen, ik vind de Hummer vind ik eigenlijk nog wel cooler. Ah joh, 6 diamonds, helemaal dikke prima. Nu is het tijd voor een motor. Een motor? Ja! We gaan niet alleen auto's verkopen, maar we gaan ook 1 leuke motor erbij doen. Dus die is echt, echt met 2 seconden klaar. Ja. Motor. Heel leuk. Snel door naar de volgende. Of wacht, ik moet eerst nog een prijs bedenken. De motor die is 3 diamonds. 3 diamonds en je mag de motor hebben. Hij heeft wel een mooi windscherm. Mini jeep, het is tijd voor de mini jeep. Oeh, daar heb ik zin in. Deze gaat heel leuk worden. ja, dit, dit is de jeep. Heel erg mijn best gedaan, zoals je kan zien. Echt uren aan ontwerpen om deze te krijgen zoals hij is. Geweldig. Hij staat daarom ook te koop voor 2 diamonds. Goed, doorgaan naar de ene laatste, de Golf Caddy. Die gaat wel oprecht heel leuk worden. Ja, deze is wel weer even leuk, hè, dames en heren. Deze zit al weer even leuk in elkaar. Deze kan je zelfs inspringen en je kan gewoon zitten. En je kan sturen. Althans, je kan klikken op een lever. En ik zou zeggen dat het stuur is. Maar je kan erin zitten en je kan dingen erin opslaan. Dit is me toch wel een functionele auto. En hij heeft ook een uitlaat. Functioneel zoals wat. Deze gaat daarom ook te koop staan voor 5 diamonds. Omdat hij functioneel is. Hij ziet er cool uit. Ik ben er trots op. Oh, het enige wat nog mist, jongens. Het enige wat nog mist wat ik nu zie... Hij had zijn lampen nog niet. Kijk, hij heeft nu ook lampen. Dus nu is hij ook nog eens veilig in het donker. Hoppakee. Dan tot slot. Familiewagen. Dit is hem hoor, dames en heren. Een familiewagen, die heb je nodig. Stel, je start een gezin in Content Veen. Dan is dit de auto die jij nodig hebt. Maar we moeten hem alleen nog even maken. Nu. Jee, toen stond die familiewagen er gewoon ineens. En wat een geweldige bak, hé. Je kan er zoals je ziet gewoon lekker in. Je kan er gewoon in. Het is gewoon ruimte. Je kan hier zo jezelf zitten en je kan op dit blokje kan je familie. Ik weet het niet. Hij is in ieder geval cool. Hij is groot. Hij heeft een dubbele uitlaat. Hij heeft hier een uitlaat. En natuurlijk hier aan de andere kant heeft hij ook een uitlaat. Dus hij is extra sterk of zo. Hij heeft een goede grill. Ander soort lampen deze keer. Voor de familiewagen vragen wij natuurlijk gewoon 5 diamonds. Hoppakee. Goed, dan is hij officieel klaar. En dan op dat plekje daar ongeveer zal zo meteen mijn facecam weer verschijnen. In 3, 2, 1. En ja, daar zijn we dan natuurlijk met facecam. En wat ben ik blij met dit prachtige autowinkelcentrum. Weet ik hoe je het moet noemen, jongens. Maar ik heb gelijk geweldig nieuws. Zoals je kan zien zijn Justin en Joris online. En ik heb ze uitgenodigd om even naar mijn autozaak te komen. En dan ga ik proberen om een auto aan ze te verkopen. Dus laten we heel even snel hier doorheen lopen. Langs mijn laboratorium of door het laboratorium. Kijk, daar zal je Joris al hebben. Hé, hey, Joris. Hey. Hey, jij zit te wachten bij de bushalte, de tramhalte. Ja. Ja, ik kom je ophalen. Stap maar in mijn onzichtbare tram. We moeten nog even een andere passagier ophalen. Stap maar op trouwens. Juist, zo ja. Er is trouwens geen kleding welkom in deze tram. Oh. Okay. Ja. Zo, je zit. We kunnen. Ja. Dan gaan we even hier het spoor volgen. Oh, een probleem, Joris. Oh jee. Een tegenligger. We hebben file. Nee, daar kunnen we omheen. Kijk, ik ben een flexibele tram. Hey, tramhalte, wandelpark 1. Instappen.
Opstappen, instappen. Ja, maar ik moet vertrekken over 5 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Welkom jongens. Ik heb jullie uitgenodigd, hè? Voor wat heel leuks. Nee. Stop. Wat is er? Ja, ik kan niet helemaal door. Oké, stap dan maar even af zo. Hoppakee. Hey jongens, welkom. Justin, jou heb ik al een tijdje niet gezien hier, hè? Hoe is het met je? Ja, ik stond te wachten op die tram. Jij stond al die tijd te wachten op die tram, al die dagen. Ik was er zelfs bij gaan liggen. Oh, hey, jongens, vlieg allemaal even mijn laboratorium in. Zo, kijk, daar zit een mooi punt hier zo, hoppakee. Welkom in het laboratorium. Dit is waar Char, de professor, blokken voor mij onderzoekt en dan verzamelt die ik nodig heb voor mijn bouwwerken. En vandaag heb ik wat gebouwd en dat gaan jullie prachtig vinden. 100%. Ik ben heel benieuwd. Zijn jullie al benieuwd? Ja. Ik had meer enthousiasme verwacht. Ik ben super benieuwd! Oké, kom mee. Ik heb namelijk gemaakt een prachtige autozaak. En ik verkoop echt iets van 6-7 verschillende auto's. Welkom. Ik zou jullie even een kleine rondleiding geven. Wat? Nee, niet uitlachen. Niet uitlachen, Justin. Daar komen we zo bij, die auto. Niet uitlachen. Kijk, welkom. Nee. Niet door deze deur lopen. Dat is levensgevaarlijk als je iedereen wil lopen. Dat zou ik niet doen. Niet slaan, jongens. Nee, jongens. Niet lief. Dan hebben we hier de trap naar beneden. Ik ga jullie even eerst alle auto's laten zien die we hebben. Om mee te beginnen hebben wij hier de politieauto. En hij staat aan, zoals je in de sirenes boven kan zien. Geweldig. Ik hoor niks. Nou, het is een stille. We willen geen overlast hebben. Dus undercover. Hij is undercover, maar ook weer niet. Elke auto beschikt overigens met een grill, een uitlaat, lichten aan de voorkant en achterkant en een nummerbord. Dus dat hebben ze allemaal. En gewoon een grill waar je vleesjes kan leggen. Ja, lekker gewoon. Dus we hebben hier de politieauto, zo grill inderdaad. Heel leuk. Hij is alleen, je kan er niet in. Dus het is meer sier. Dan hebben we hier de stoere Hummer. Ook 5 diamonds waard. En deze, geweldig. Deze kan je wel in. Kijk, er zit hier een achterdeur. En dan kan je ook gewoon, in. Met z'n drieën? Ja, met z'n drieën. Ja, zijn plek voor 3. Ga maar om zijn beurt. Jij eerst, ja. Ga je er maar achteraan, Joris. Kijk, ieder zo zijn eigen plekje. Ja, nee, maakt niet uit. Je kan erin. Het gaat erom het idee dat je erin kan. Vind je het wat? Ja, een beetje benauwd. Maar wel een beetje claustrofobisch. Wat nou, als je in je eentje zit, dan valt het wel mee, toch? Ja. Daarom, nou dan komen we nu bij de race monster aan, hé, jeetje, race monster. Zo, pot voor 3 dubbeltjes. Hoe snel is die? Sneller dan de andere, als je erin komt. Maar je moet er eerst in zien te komen. Maar hij heeft een spoiler, hè? Dus voor aerodynamie en zo. Ja, en kijk die uitlaat even uitsteken eronder, hè? Oppassen hoor, die plopt. Even pats hoor je gewoon ineens. Ja? Ja, maar ik zie al aan jou, Joris. Ja, Joris, ik zie aan jou dat jij niet echt onder indruk bent van auto's. Ik zie dat jij meer een motorfanaat bent, toch? Oh. Hij heeft ook zo'n helmpje op al. Ja, zo'n dingetje voor zijn ogen en zo. Kijk, we hebben hier namelijk ook een motor. Ja, met een windscherm hiervoor. Achterlichten. Heb je geen motor met zo'n bakje ernaast? Nee. Dat kan ik wel regelen. Maar dat moet je wel aanvragen dan. Dat duurt het wel iets langer. Maar kijk dit dan. Hier. Je kan zitten. Je kan motorrijden. Wheelies trekken. Stoppies maken. Verzin het. Vet hoor. Vooral de naam van deze is leuk. Oh, motor. Motor. Ja, vinden we tot nu toe wat, jongens? Mooie kleur ook hoor. Ja, mooi hè? Ja, nee, daarom. Het is een uniek kleurtje. Zijn ze in meerdere kleuren beschikbaar? Ja, je kan kiezen. Alles kan je kiezen welke kleur je het wil hebben. Behalve politieauto. Politieauto is politieauto. Oké. Okay. Ja, maar ik kan alles kiezen. Nederlandse politieauto. Ja, maar dat hebben we niet, Justin. Dat is niet het assortiment wat ik hier bied. Maar je kan, als je wil, kan ik hem omspuiten. Maar dat gaat wel kosten natuurlijk. Dat is logisch. Maar dan kunnen we natuurlijk in mijn kantoor kunnen we het daarover hebben. Ja, ja. Dan gaan we even door naar de trots, de mini jeep. Goedkoopste voertuig dat ik hier heb. Je kan er niet in, je kan er naar kijken. Dat meer kan ik ook niet bieden. Dat is echt goed. Ja, hij is wel goed, het is hoor. Gewoon een half voertuig voor de helft van de prijs. Ja, maar hij heeft hem ook strak geparkeerd. Kijk dan. Ja. Dat is ook de reden waarom hij zo klein is. Hij past er niet een groter voertuig hier. Ja, dit is wel wat, hè? De mini jeep. Ja, zo mooi, hè? Ja. Ja. Vet. Maar dan, hoe wordt hij geleverd? Ik plaats hem, dat is geheim, recept. Oké. Ja, dan moet je hem niet zo druk om maken. Als je hem wil, krijg je hem, dat is het gewoon. En gewassen voor een leven? Ja, gewassen en al, en schoon en glimmend en snel. Getankt? Alles. Ook getankt, ja, helemaal vol.
Zo. Ja, en dat maakt voor? Ik. 2 diamonds. Nou, ja. Geen geld. Koop je dit toch? Dan heb ik hier de golf caddy. En deze jongens, eigenlijk, hij is goedkoop, maar hij is wel de meest functionele die er is. Je kan ten eerste echt zitten erin. Je kan sturen. Naar boven is naar rechts, naar beneden is naar links. Dus je moet heel vaak klikken als je rechtdoor wil om een beetje recht te houden. Dan heb je ook nog een opslag. Je hebt een kofferbak. Ja. Hij heeft een uitlaat. Hij heeft een lamp aan de voorkant, zijkant. Een kofferbak die gewoon ook van de voorkant is te bedienen. Ja, tuurlijk. Dat alles. Skieluik. En je zit lekker droog ook. Terwijl, maar als het lekker zonnetje is, dan zit je ook weer niet droog. Nee, als de wind komt, ben je niet droog. Nee, maar dat maakt niet uit. Dat hij rijdt wel heel erg in de wind, moet ik eerlijk zeggen. Hij is wel leuk, toch? Hij heeft wel wat. Ja, ik vind hem wel leuk. Ik vind hem wel leuk. Goed, dan komen wij de laatste aan. Dat is de familiewagen. Gewoon een lekker simpele sedan is dit. Kleine familie. Je kan er met 1 peuter in, inderdaad. Niet meer. En er is ook geen ruimte voor een kinderzitje. Kom maar, jongens. Dus goed vasthouden. Ja, dit is toch leuk? Hier zo. Kijk, dan kunnen jullie lekker zitten. Of is dit niks? De balans is nu wel minder. Hij heeft een dikke peuter. Hij valt om naar die kant. Weer sleet daar. Ja. Nou, dat was het. Goed, kom naar buiten, zou ik zeggen. Ik wacht daarboven. Kijk nog even met z'n tweeën lekker rond. En ik hoor wel welke jullie willen. 1 per persoon. Het is niet dat je hem helemaal leeg mag kopen. Het is wel echt 1 per persoon. Ik heb wel een voorkeur, hoor. Ja, kijk nog maar even rond, joh. Ja? Ik sta hierboven op jullie te wachten. Verkopen, want bij de opslag heb je alleen maar bij de mini, bij de golfcam. Nee. Die zit nog niet in mijn assortiment. Maar het mooie is, als je het eentje koopt, dan ruil ik hem in voor iets nieuws. Dan komt er weer een nieuwe wagen. Oké. Ja. Heb jij wel een voorkeur, joh? Ja, ik ben nog even goed aan het nadenken. Weet jij het al? Want dan kan ik die niet kopen. Nee, maar dat is een verrassing. Oké, wacht. Dan ga ik ook even mijn voorkeur bedenken. Nou, neem jullie tijd, joh. Hè. Neem jullie tijd. Welke jullie graag willen. Spannend, hoor. Jij weet al welke je wilt eerst, hein? Ja. ik denk dat ik ook al weet welke jij wilt. Oké. Dat was liefde op het eerste gezicht, denk ik, toen je binnenkwam. Of niet? Zijn jullie eruit? Ik ben er wel uit. Ik ook. Kom maar om de beurt. Als je heel even in de wachtruimte kan wachten, Justin. Wacht maar even in de wachtruimte. Ja, laat Justin goed. Maar eerst. Oké. Goed, Joris. Kom maar mee. Mag ik zeg er echt maar 1? Je mag er echt maar 1 kiezen, ja. In ieder geval 1 per keer. Per dat je hier bent en welkom bent. Alleen open op afspraak. Oké. Nee, ik twijfel een beetje tussen de sedan. Tussen de sedan? En de Jeep. Oh, de Hummer. De Hummer. Maar ik denk toch dat ik dan voor deze ga. Voor de grote Hummer, ja, snap ik ook wel. Dit is een monster van een wagen, dit, hè? Die Hummer. Ja, geweldig dit. Functioneel, je kan erin. Hij past ook wel bij jouw basis en zo. Goed, dan moeten we het heel even hebben over de kosten. 5 diamonds kost hij natuurlijk. Dan is hij van jou. Okay. En wil je er nog iets aan veranderen? Eigenlijk niet, denk ik. Wat wil je op je nummer? Wacht, ik heb een boekje nodig. Heb jij een boekje? Nee. Ik ben niet goed voorbereid. Ik onthoud het wel. Ik ben heel goed in onthouden. Wat wil je op je nummerbord? Dat maakt me echt niks uit. Dat mag jij. Oh, dat verzin ik. Oké, dus helemaal niks verder? Nee. Ik wil wel afgetankt, liefst. Ja, afgetankt. Op, kijk, hier zit de tank. Die kan je overhalen. Oké. Ik heb nog een tankstation. Dicht doen. Ik zal hem maar. Heb je een levenblokkatie? Zou ik hem gewoon bij het tankstation plaatsen? Ja. Dat is goed. Goed, gaan we doen. Dan schudden we de hand erop. 3, 2, 1. Hoppa. Oh. Ik schud hem in, sorry. Ja, dat heb je wel eens, hè. Nou, dan hebben we een deal. Jeetje, we hebben gewoon een deal. Moet er een contract in orde gemaakt worden? Of is het goed vertrouwen, zwart afcash hier. Zo, want ik heb prima op die manier. Oké, hier. Is allemaal niet nodig. 5 diamonds. Kijk, hoppa. 6 diamonds. Ja, fooi. Fooi. Goeie autoverkoper. Lekker, goed zo. Kan ik weer mijn rocket kopen. Nou, dan zou ik zeggen, ik kom gezellig met Justin mee. Justin, welkom. Goeiedag. Goeiedag. Spannend, hoor. Ja, vind je het spannend? Ik moet wel zeggen, zojuist is de Hummer verkocht. Nee. De Hummer is verkocht. Oh, jammer. Die wilde je waarschijnlijk toch niet, hè? Dat weet je helemaal niet. Ah, dat weet ik. Ja, trouwens, ik moet even erbij zetten. Sorry, ik zal het er heel even bij zetten. Verkocht. Verkocht. Hoppakee, de Hummer is verkocht. Gefeliciteerd, hé. Dankjewel. Goed, Justin, heb je keuze kunnen maken? Ja. Ja, laat maar zien. Welke denk je? Ik denk dat het deze is geworden hier, de mini Jeep. Nou, is leuk. Vond je deze echt? Ja, maar dan wat is hier mis mee? Nou, als deze weggaat, moet ik weer zo'n kleine voertuig bedenken. Omdat die plek gewoon zo klein is. Misschien heb ik wel een tweede motor. Jij als verkoper is dat niet goed om te zeggen, hè? Echt? Nee, wacht. Oh, tuurlijk. Neem je die. Oh. Die kost dan, wat was het? 10, toch?
10 diamonds hadden afgesproken, volgens mij. Ja, zoiets kan ik me wel herinneren, ja. Nee, 2 diamonds. Nee, 2 diamonds, ik zou hem even... 10 voor de moeite. Nee, joh, ik heb wel wat aanpassingjes natuurlijk. Oh, je wil wat aanpassen? Oké, nee, dat is prima. Zeg het maar. Ik wil hem elektrisch. Oké, prima, dat kan ik regelen. En ik wil hem graag... Maar dan gaat de grill gaat er wel uit, hè? Want als hij elektrisch is, dan hebben we niks aan een grill. Ja, dat weet ik. Ik wil daar een accu. Ja, nee, dan zou ik hier een accu plaatsen. Oké, wat nog meer? Een laadpaal? Je hebt 10 diamonds betaald, prima. Een laadpaal zou geregeld worden. En ik wil graag een ander kleurtje. Welk kleurtje wil je? Maar dan wordt die anders, hè? Dan worden de blauwe contouren hier worden anders. Die bovenop wordt die anders gespoten. En het blauwe, ding zelf wordt anders. Ja, snap ik. Oké, zeg maar. Ik wil deze kant. Ja? Geel. Oké. Ja, geel. Ja, okay, deze kant dat. Geel. Geel en deze... Ja? Roze. Ja, roze. Roze. En bovenop? Dat mengelmoesje van kleurtjes. Oké, en hier in het midden hier? Dus de motorkap, bovenop de accu, nee, bovenop de accu, ja. De motorkap, bovenop inderdaad. Bovenop de accu, bruin. Dus geel, roze, mengelmoesje, bruin, accu erin, laadpaal. Ja. En de buttons hier? De buttons zou ik al maar laten matchen met de kleuren van de dingen. Dat komt wel goed. Nee, dat je die omwisselt. Oké, dus hier een roze button en hier een gele button. Ja. Oh mijn god, oké. Onthoud je het? Onthouden. Ja, prima. Je hebt 10 diamonds betaald. Dan hebben we een deal, denk ik. Nummerbord? Nummerbord, ja. Ik zit even na te denken wat het beste is. Doe maar wal 1, 2, 3. Wal 1, 2, 3. Oké, prima. Ja. Verzekering heb je niet. Het is wel je contantje. Het is goed zo. Ja, nee, maar ik bedoel een verzekering voor als ik pech krijg. Nee, dat is gewoon pech. Pech is pech, helaas. Pech is pech. Helaas, je pech. Nee, niet voor niks pech. ik ben enthousiast. Nou, handje erop schudden in 3, 2, 1. Atjoe. Oh, dat ging ook al, hè. Je was ook iets trager. Je schudden mis. Jij bent fanatiek. Ja, ik ben een verkoper, hè, dus ik was snel ermee. Nou, jongens, gefeliciteerd. Waar is Joris? Ja. Oh, daar. Gefeliciteerd met jullie nieuwe aankopen. Ik hoop dat jullie er blij mee zijn. Ik was wel levertijd. Vanavond. Oh, top. Ja, ik weet niet of jullie er dan nog zijn, maar misschien liggen jullie wel in jullie bed. Maar als jullie morgen wakker worden, staat in ieder geval bij allebei een nieuwe auto. Ja, nou, het is dan nacht. Ja, misschien morgenavond dan. Morgenavond. In dat geval, ja. Morgenavond. Minimaal 3 dagen. Ja, is goed. Ja, dan staat hij er. Komt helemaal goed. Nou, jongens, kom gezellig mee. Krijgt hij ook een strikje? Vind ik altijd nee, wel leuk. Hij staat er gewoon. Het is, zoekt het mij. Je moet hem ook zelf zoeken. Ik ga niet laten weten waar hij staat. Ja. Maar je weet alles nog wat ik wil, hè? Ja, ik heb het allemaal onthouden. Het zit in mijn kopie hier. Roze dak, gele... Nee, dat klopt dan niet. Oh. Kom maar, jongens. Kom maar, kijk. Dat is waarom jij niet de autoverkoper bent, hè? Ja, precies. Misschien kun je stage lopen, Joris. Ja, ik zou jullie wel voor het busstation afzetten, de tramwalt hier. Oh, kom maar. Thanks. Dus zo naar beneden springt, dus het is wel veilig. Ga ik weer een paar weken wachten op het park. Ja, nee, hier. Kom maar, jongens, ik zet jullie... De bus is er al, opschieten. Hij gaat zo weg. Oh, deze bus zal jullie afzetten op de locatie. Ik zit. Gaat hij wel naar een goede plek? Nee, je moet in de bus, Justin. Oh, in de bus. In de bus, joh. Hey, doe voorzichtig thuis. Ja, ik ben net dan... Er is natuurlijk geen chauffeur. Oh, ga jij maar rijden. Dat is goed, hey. Ik zit achterin. Je bent cool. Goeie verdeling. Hey, jongens. Veel plezier. Jullie auto's zien jullie vanzelf verschijnen, oké? Hey, dank u, hè. Tot ziens. Doei. Doei. Goed, dames en heren. Justin en Joris zijn allebei weer weg. We hebben 16 diamonds en we hebben ook gelijk een klus die we uit moeten gaan voeren. We moeten hier de stoere Hummer, die moeten we naar de basis van Joris brengen. En we moeten hier de mini jeep, die moeten we naar de basis van Justin brengen. Dus laten we beginnen met de stoere Hummer. Die gaan we gewoon even op een coole locatie zetten bij Joris. En daarna gaan we de mini jeep gaan we brengen naar Justin's basis. En dat gaat me wat worden, hé. En hij wilde hem anders. En ik moet eerlijk met jullie zijn, jongens. Toen ik dat gedeelte met Justin en Joris heb opgenomen... dat is voor mij is het alweer 12 uur geleden. We zijn inmiddels in een nieuwe dag in het echte leven. En ik heb niks opgeschreven. Dus ik hoop dat ik het goed heb onthouden. Volgens mij wilde die het paars aan deze kant of zo. Nee, geel. Oranje, weet ik voor wat. Roze aan deze kant. Gekleurd dak. En hier... Ik moet het even terug gaan kijken in de opname, jongens. In ieder geval, laten we beginnen... Door deze auto in te stappen. Stiekem door hem gewoon te slopen. Zo, we hebben hem ingepakt in een groot cadeau. Oftewel mijn inventory. En dan gaan we nu snel naar de basis van Justin. En gaan we hem daar achterlaten met alle wensen die... Oh, ik zei trouwens dat ik eerst de Hummer ging doen. Nou, we doen eerst wel de Jeep, joh. Maakt allemaal niet uit. We doen de miniwagen hier. Ook helemaal dikke prima. Laten we even alle blokken pakken die Justin wil. En dan gaan we hem omtoveren naar zijn smaak. Thank you.
goed, dames en heren, we hebben hier de wagen van Justin helemaal naar smaak gemaakt. Ik ga even het lijstje opnoemen wat hij specifiek allemaal wilde. Hij wilde geel aan de rechterkant. Je moet natuurlijk vanaf deze kant kijken zo. Dus geel hier rechts aan de linkerkant, als je er zo naar kijkt, is het gewoon roze. Want dat wilde hij ook. Hij wilde de buttons, die wilde hij gespiegeld hebben. Dus dan hier een roze button en dan daar een gele button. Hij wilde in plaats van een grill wilde die een accu. Dus we hebben er een accu in gedaan, zoals je aan de lamp kan zien hier. Maar al zit er een loom in, maar hij wilde specifiek een accu. Hij wilde hem elektrisch hebben. Hij wilde bovenop wilde die een mengelmoesje aan kleurtjes hebben. Nou, zoals jullie kunnen zien daar, dat is een mengelmoesje aan kleurtjes. Hij wilde een bruine motorkap, die hebben we erop gedaan. Hij wilde wal 1, 2, 3 wilde die als nummerbord. En tot slot wilde die ook een laadpaal. Die moet ik alleen nog even installeren. Dus laten we even wat blokken halen. Dan gaan we zijn laadpaal, die gaan we gewoon installeren hier bij zijn parkeren. Nou, laten we die ook gewoon hier doen trouwens. Hier zo, hier kan hij opladen. Doen we zo, hoppakee. Zetten we die er tegenaan, dan kan hij hem aanzetten zo. Doen we die erop. Doen we die erop aan deze kant zo. Dan heeft Justin een hele mooie laadpaal, zoals jullie nu kunnen zien. Zo, kijk. En dan zo is hij uit en zo is hij aan. Hoppakee. Dan kan je opladen, Justin. Dus dan kan ik hier nog aan de zijkant itemframes doen met daarin. Zo, doen we geel erin. Ik weet niet waarom, maar nu ziet het een beetje uit als een laadpaal. Dus dan kan ik zelfs deze vervangen om hem iets dikker te maken voor zo. Is dit meer laadpaal? Oeh, ja, dat is meer laadpaal. Dit zie... Ja, kijk, nu is het echt een laadpaal. Of zo. Dit is wel leuk. Nu kan hij hem zo. Dit is meer de laadpaal. Nu staat het lampje aan. Ja, dit is een goede laadpaal dit, jongens. Kan Justin hem opladen wanneer hij wilt. Staat hier bij zijn kast staat het zo. Helemaal geweldig, Justin. Veel plezier ermee. Je bent natuurlijk niet online. Ik ben op het moment alleen online. Maar dat moet natuurlijk de pret niet bederven, jongens. Zij zijn heel blij met hun aankopen. Goed, snel terug naar mijn autowinkel. En gelukkig was Joris een stuk makkelijker dan dat Justin was. Joris wilde gewoon alleen de auto hebben zonder aanpassingen. Nummerbord mocht ik zelf kiezen. Dus de stoere Hummer hier, die gaan we ook inpakken. Oftewel gewoon slopen. En dan gaan we die meenemen en plaatsen exact zoals hij hier stond. Dat gaat helemaal prima worden. Goed jongens, de Hummer van Joris is af. Hij is helemaal goed gelukt. We hebben de banners aan de zijkant gedaan. Ik had even nieuwe banners moeten maken, want deze banners zaten er niet op in de winkel, omdat hij strak tegen een muur aan stond. Dus ik heb de banners aan de andere kant gekopieerd. Althans, ik moest ze roteren, ze moesten gespiegeld zijn natuurlijk. Maar kijk nou even hoe leuk deze auto hierbij zat. We moeten alleen nog even een leuk nummerbord creëren, want het maakte Joris allemaal niet zoveel uit, zei hij. Hij zei, doe maar gewoon hoe je het wil hebben. Ik word helemaal gek van deze trapdoor. Elke keer als ik een beetje beweeg of geluid maak, gaat de trapdoor open. Je kan er nog steeds ook gewoon in. Hij doet het ook nog steeds. Je kan lekker besturen. Is nog steeds die string hier. Maar dat is puur zodat dit dakje natuurlijk open kan. Dat als open kan, dat het dak erop kan. Even kijken. Wat voor nummerbord doen wij hier? J0R. Nee, J0. Ja, J0R. Streepje. 1S. 1-5. Streepje. D3. Streepje. B0515. Zo. Er staat er, als je goed kijkt, Joris de Boris staat er nu. Het is een heel lang nummerbord heeft deze auto. Hij mag hem zelf inkorten als hij wil, maar er staat nu Joris de Boris. We moeten wel reclame maken trouwens, op die nummerbordjes. Hier, walnutauto.nl. We doen reclame. Dat zie je natuurlijk altijd op die nummerborden. Je moet altijd reclame onderop de auto, of de nummerbord gooien. Wacht, laten we nog even dan naar Justin toe vliegen. Dan gaan we daar ook nog even reclame op dat nummerbord doen. Want dat zie je altijd, jongens. Altijd die autobedrijven of die garages, weet ik veel wat. Pakken altijd lekker hun eigen website of zo onderop. Zodat mensen op straat dat goed kunnen zien. Hier, kijk. Doen we hier ook nog één keer zonder hoofdletters. Walnutauto.nl. Nou, waarschijnlijk is dat geen website, maar dat is in deze wereld mijn website, jongens. Walnutauto.nl, let's go. Dan weten mensen in ieder geval dat ze naar mij toe moeten als ze die mooie auto's zien. En je kan er ook niet echt omheen, maar dit is toch wel echt een hele mooie auto wat je hier ziet staan. Goed, jongens, dan heb ik een hele mooie opdracht voor jullie. Jullie moeten heel even in de reacties laten weten, want ik heb nu twee plekken vrij. We hebben natuurlijk waar de Hummer stond, hebben we nu een locatie vrij. En we hebben hier waar de Mini Jeep stond een locatie vrij. Deze is best klein, dus hier kan niet iets heel groots. Die daar is wel een van mijn grotere vakken. Dus hier hebben we wat ruimte om iets leuks te plaatsen. Maar laat zeker dus even in de reacties weten. Welke auto's moet ik hiervoor gaan terugplaatsen? Want ja, we kunnen die plekken natuurlijk niet leeg houden. We hebben nu een politieauto. Nog het racemonster. De motor. De golfcaddy. En we hebben hier de familiewagen hebben we nog te koop staan. Maar ja, deze moeten ook gewoon een plek krijgen. Dus laat zeker even in de reacties weten. Terwijl je er toch bezig bent, like even de video.
Maar laat even weten, wat moeten we hier gaan plaatsen? Je weet, komen jullie wel op de meest leuke ideeën voor auto's ooit. Misschien wel een hele ouderwetse oldtimer of zo. Misschien hier wel een motor met een bakfiets ernaast of zo. Weet je, verzin het. Jullie vinden vast wel wat leuks. Goed jongens, dan wil ik jullie voor nu bedanken voor het kijken in deze video. Ik heb erg genoten van het maken van dit prachtige, leuke autowinkeltje hier. Nogmaals, shout-out naar Char, want die verzamelt tegenwoordig bijna altijd mijn blokken als ik een bouwwerk heb. Ik ben heel dankbaar, Char, daarvoor. Voor de volgende video heb ik ook weer wat heel leuks voor jullie gepland. Maar voor nu, kijk even lekker deze video. Hè. Dit is gewoon mijn editor die een legerbasis bouwt. Samen met mij. We maken allebei een eigen legerbasis. Geweldige video. En dan nu, dankjewel. Spreek je later. Glaasje water. Tel tot vier. Blijf je mee. Tot de volgende keer.